Willen ze nu of ze niet? niet? Doen het of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Hij rijdt vijf per uur. Te snel voor ons. God it, Stay on your feet. Pretkaap. En nog net! <tugt> hier is hij. Doe Jeff Doen is hier. Jeff. Wat is er mis met Dieumene? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem inderdaad. Dag 4 van het WK en we zijn terug. PG 4 op 4. Mooi hè? Ook uh, terug in singlet, seppen met bedrukking van de zogclub. Uh, ja, uh, eigenlijk een beetje een opvolger van, uh, van de Mark. Ja? Ik, ik, ga dat, ik ga dat met een Instagram zetten nu. Grote schoenen om te vullen hè? Ja. Uh, inderdaad, uh, DCLA singlet aan. Het viel wel tegen dat de Mark niet in singlet was, oh, maar dat is een golfer. hè? Ah, je loopt, loopt niet dom. zelf. Hè. Je, je okay. kent gewoon veel van atletiek, maar, maar ik loopt niet zelf. Dus. Ah, ja, oké. Okay. Maar ik heb mijn singlet omgekeerd aangedaan. Ah, oké. Okay. Het is wel dezelfde als de dan. Of? Nee, het is, het is ook een ander, maar op de, achter... Allee, op de voorkant staat een sponsor. Ah, ja. Die we nog niet te veel mogen, mogen vernoemen. Maar ook singlet omgekeerd aangedaan, want ik heb ooit eens iemand cross-cubes binnen. Uh, met zijn singlet omgekeerd aan. Ik vond dat geniaal. <laughs> geniale marketing stunt. Ik blijf beweren dat dat onbewust was. Maar, uh. nee, dat was de Steven Powels die mij een kloot wou aftrekken, eigenlijk, volgens mij. Die heeft mij dat singlet zo aangegeven. En ik ben altijd te laat voor de start. Ik heb dat dan aangetrokken en dan had ik hier de achterste voren aan. Maar het was ook wel een beetje DCLA-dag. Twee DCLA's in actie gehad. En vandaag nog een bij de journalisten. Ja. Het um, is uh, vandaag media race, mannen. Hoogtepunt van het kampioenschap, hè? Ja, eigenlijk. Het spijt dat wij er niet zijn om mee te doen. Eigenlijk wel, 800 meter. Klopt. We hebben vandaag iemand die we kunnen bellen, die uh, de media race meeloopt. tevens zijn debuut maakt op de 800 meter, PG. Absoluut. Um, zal ik hem... Ja, ja. Gaat er maar voor, want binnen een uur staan die aan de start. Ik zou je graag toch nog een beetje tips willen meegeven. Oké. Okay, um... Geef jij ondertussen even wat uitleg over de Mediarace? Dan zal ik uh, zijn nummer. Ja, heel simpel eigenlijk. Alle media die daar aanwezig is, uh, dat gaat van geschreven media, tv, uh, eender wie. Als jij een mediaaccreditatie hebt, kun je je inschrijven voor de Mediarace. En dat is eigenlijk één voormiddag waarop dan een hele hoop 800 gelopen worden. Dat zijn 20 reeksen of zo. En zoals Mark gisteren al zei, gaat dat van. Mannen die twee minuten lopen, tot mensen die vier minuten erover doen. Hè. Uh, een beetje van alles door, door elkaar. Beste ja. entertaining. Hallo, Bavo. Hé, hey, dag, Bavo. Goedemorgen. Het is mijn, mijn PJ vanuit de Jogclub Podcast. Hello. de Bobby en Seppe zitten hier ook bij ons. Hey, Zek, Bavo. Um, uh, nog, hallo, no, hallo. Nog, nog een uurtje te gaan, dat klopt toch, hè? Ja, het is uh, een uur 24. Ik zit in de vijfde heat. De, de, de vijfde heat. Is er al uh, een, een paceplan? Is, is het met Wayflights? Uh, hoe rap gaat de rechts gaan? Heb je daar al een idee van? Dat is allemaal Chinees voor mij. Ah. <laughs> uh, ik, ik, ik heb nog tips gekregen van uh, Simon, mijn collega van bij ons. Die zei: Eerste 100 meter trek maar goed door. Dan uh, 600 meter, gewoon uh, een uh, comfortabel tempo. En dan uh, de laatste 100 meter alles draait. Ah ja, oké. Okay. Ja, uh, op het einde, het kot open, dat is sowieso. En hetgeen ik gisteren ook uh, allé, al in, in berichten uh, een beetje vermeld heb: Is de laatste 50. Je mag je waardigheid daar gewoon op de piste laten liggen, babo. <laughs> Ja, ik denk dat het feit dat ik hier al aan de start sta zonder enige voorbereiding of ooit op een piste gelopen te hebben, betekent al dat ik niet veel waardigheid heb, denk ik. Maar ja, langs de andere kant, je hebt al superspikes aan je voeten, dus hoe erg kan het zijn? En van niemand minder dan ja. uwe dus bevrijden. Inderdaad, die passen trouwens perfect. Dus ja. merci om dat te regelen. Dus, uh, met heel veel plezier. Um, nu, ga opwarmen, Bavo? Uh, dat is wel het plan. Ik denk dat het wel riskant is om hier gewoon... Van eerst eerste keer het kop open te trekken. Dus, uh, ja, ja. Maar ik weet wel niet waar dat we dat hier kunnen doen. Ik denk niet dat het op de piste kan. Dus ik denk dat het hier gewoon buiten aan het stadion zal zijn. Ah, ja, het is niet dat je echt zo de, 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 de warm-up mocht doen. en dan met de golfkarretjes naar het stadion nee, gebracht nee, wordt. Nee. Het is niet de full experience. Dat is wel teleurstellend. <laughs> ja, dat is wel jammer. Maar goed, kijk. Ja, we mogen hier niet kieskeurig zijn ook. Hè. Het, is, het is wat het is. Ja, uh, qua, qua opwarming wat gaan we aanraden. Uh, uh, toch, toch op zijn minst vijf minuutjes, tien minuutjes. een klein beetje heel rustig joggen. en, en drie versnellingsjes. Ja. En dan uh, moet je er klaar voor zijn, hè, Bavo? Oké, okay, en op, uh, hoeveel tijd op voorhand moet ik dat doen? Uh, meestal is dat 50 minuten, dat zeg ik altijd. Maar je hebt dan nog zo wat gedoe. Je moet je spikes aandoen. En je moet toch denken dat je een ja. kwartier op voorhand de spikes moet aan het aandoen zijn. Je moet nog eens naar het toilet. Ja. Je, uh, je moet eens van, van hut naar haar lopen of wandelen. Dus uh, ja, als je, er, als je er binnen 20 minuutjes mee kunt beginnen, dat zou echt wel ideaal zijn. Ja, ik ga u nu al zeggen, de eerste keer naar het toilet gaan is hier al gebeurd. Dat ah, oké. Okay, dan hebben er nog, dan heb je nog, dan heb je nog ja, 40 minuten op voorhand, is dan wel goed als dat al, als dat al geklonken is. Dat, is. dat is wel ideaal. Oké, ja, ik okay, heb okay. ja. okay, ja, dan... je ingeschreven, maar wat had je gezegd? 312, dat is um... Ja, maar dat is de ruwe schatting, hè? De ruwe, de ruwe schatting. Maar ja, ik heb dat uitgerekend, dat is ongeveer de pace van de 20 kilometer snelwandelen. Dus. <laughs> Dus ik, dus ik vind, ik vind dat, dat dat het absolute minimum moet zijn, Bravo. Ik denk onder de drie minuten moet het doel zijn. Ja, dat is ook het doel. En ik heb nog net een berichtje van Jeroen Verstraeten gekregen, het lief van Noorwitz. En die zei: als ik onder de 2.30 ga, dat hij mij ging tracteren. Dus ah. ik droom van een 2.30, maar ik vrees er wel een beetje voor. Oké. Okay. Ja, maar 2.30, als, als je nu gewoon begint, dan uh, laat ons zeggen: iets uh, boven de 1.15. 1,17 naar 1,20, en je voelt je dan nog fris. en je kunt de laatste 200 kot opentrekken. dan is dat misschien wel haalbaar, hè? Uh, ja, ja. Uh, ik zeg, het is de eerste keer, hè. dus uh, ik, ik laat het allemaal een beetje op mij afkomen. Ik heb echt geen idee wat ik moet verwachten. en uh, hoe snel dat ik kan lopen, eigenlijk. Dus uh, we zullen het wel zien. Ja, wij zijn alleszins al super, super fier op u en kijken er enorm naar uit. <laughs> Dank u wel. Ik zie dat een Bobby iets gaat zeggen. Bavo, uh, ik zou graag willen zeggen: ook, wij voeren al jaren campagne dat atleten na de finish niet gaan neerliegen. Dus we zouden u toch ook willen vragen: voor uh, als je finisht, niet te gaan liggen, maar gewoon te blijven staan, door te wandelen en uit te hijgen op een balustrade <laughs> of zo. Ergens uit het zicht van de camera's. Ja, um, ja ik ga geen beloftes doen. Die ik misschien niet kan nakomen. Dus uh, ik ga mijn best <laughs> doen, maar het zou wel goed kunnen dat ik uh, over de metrol of zo. <laughs> dus ik kan ook niet zeggen, ik, ik vrees eigenlijk dat ik, ik ga moeten overheven of zo daarna, als ik uh, alles open trek. Die kans dus. is reëel. <laughs> uh, ja, we zullen zien. <laughs> ja. uh, heeft uh, Maarten van Gramberen u zoal wat? Um als excuus ingeroepen, stel dat je sneller zou lopen dan hem: van ja, maar ik liep nog niet op de superspikes. Jij wel, um... Um, nee, dat niet. Ik denk dat Maarten er zeer gerust in is dat ik zijn tijd niet ga verbreken. Dus uh... en als dat wel zo zou zijn, ja, dan denk ik wel dat die excuses gaan komen. Maar je zei wel al dat de, <laughs> de piste hier sneller was dan de piste waarop hij gelopen had. Dus ja. hij uh, ja. heeft zichzelf al een klein beetje ingedekt. Ja, ja dat was hem toch aan het severen, want Peking was toch ook een hele uh, grappe piste <laughs> en ik heb daar zelf op gelopen. <laughs> Goed, uh, PG, nog uh, vragen voor Bavo? Nee, dan wens ik Bavo ongelooflijk veel succes gewoon. Ja, dankjewel. Ik denk dat ik het ga nodig hebben, maar ik ga er vooral proberen van genieten, want ik denk dat het een unieke ervaring is om op zo'n piste te kunnen lopen. Absoluut. Dus ik hoop dat het super leuk wordt en genieten van het afzien. Ik heb misschien, nu dat je dat zegt, van te genieten in zo'n stadion toch nog één vraag, Bavo. Het is uw allereerste WK atletiek Wat was de impressie voor u ten opzichte van een WK Wielrennen en wat hebben dat er nog allemaal gedaan? Ja, het is inderdaad de eerste keer, maar ik wou dit eigenlijk al heel lang doen. Ik ga ook al... Jarenlang iedere jaar naar het Memorial van Damme. Dus uh, ik vind de atletiek sowieso een hele leuke sport of sporten. Alles wat er is om, om te volgen. Um, en het is wel heel overweldigend. Het is uh, heel cool om die topatleten hier zo te zien presteren. En ik vind ook maar dat je echt door hebt hoe indrukwekkend die sporten allemaal zijn als je het een keer in het echt gezien hebt. Want uh, bijvoorbeeld als je uh, de mannen of zo of de vrouwen ziet lopen op de 1500 meter, dan denk je dat die zijn rustig aan het joggen maar als je dan dat tempo ziet en die voorbij ziet uh, vlammen, dat is echt ongelooflijk indrukwekkend. En ik denk dat mensen dat, uh, allee, daar soms de verkeerde indruk van krijgen op televisie. Dus om het allemaal een keer in het echte van heel dichtbij te zien, is wel echt uh, heel indrukwekkend. Mooi. Dan uh, iedereen, iedereen had de, Ja, de Memorial is de eerste gelegenheid binnenkort dat je in België niet kunt gaan. Ja. Zeker. Nou. Ik, heb al, ik heb al tickets gekocht, dus uh, mij gaat het daar zeker zien. Ik ga er ook zijn. En wel, dan zien we elkaar daar. Dan als dan ik wel... dit overleef, natuurlijk. Nou ja, ja en... liefst. En anders kom ik je zelf wel op rapen in Budapest. Dat komt in orde. Dat is afgesproken. Uh, zei, vraag dan aan Maarten dat een filmde. Allee, want ik, ja. vond, uh, ik zie dat het niet wordt uitgezonden, de Media Race, spijtig genoeg. Maar wij willen wel beelden maar, zien. Ik denk dat Maarten nog in zijn bed ligt, omdat er uh, geen ochtendsessie is. Dus ik ben hier alleen met de cameraman wel van de VRT. Dus de cameraman ah. gaat mijn uh, race filmen. Dus de beelden komen sowieso op de story van Sporza terecht. Perfect. Dus, uh, daar kunnen we alles zien. Yes. yes. Top. Uh, Bavo, merci dat we u mochten bellen. Jullie bedankt voor al de tips. Veel succes. Uh, dankjewel. Succes, Bavo. En, uh, ja, misschien suiskus. Sorry. Bye-bye. bye, bye Wat denken we van de race voor Bavo? Ziet het goed? Ik had een eerste keer 800 zien. Echt... <laughs> Je hebt echt geen idee. Maar loopt lo hem lo mooi. Loopt hem vaak? Of... Nee, het is niet een Tweede Dan? Of... Uh, zo uh, zo weer, nee, nee. Ja, dat ja, is een, is een, een judoka. Ja, maar uh, explosief. laat me. Ja, maar misschien... 800 meter en judokas, dat is een moeilijke combinatie. Hè? Dus, en, uh, dat is aan Europa, aan Europa, aan Europa. Judo. Klik. Ja, maar dat duurt geen twee, dat duurt geen twee minuten zo'n gevecht. Hè? Maar aan 800 wel, hè? Ja, ja. Dus, dus ja, aan Europa is allemaal leuk, maar we moeten finish halen natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dat is een moeilijk verhaal. Mijn pa, die uh, heeft ooit eens, Catherine Jaak was dat geloof ik, judoka aan ja. ja, het spelen geweest. En, uh, of twee keer zelfs. En uh, die wou bij een brandweer in Antwerpen en die moest een looptest afleggen, dat was de mijl. Dat was bijna onmogelijk om die door te krijgen, gewoon omdat hij zo Europa getraind was als Judoka. Ah, oké. Okay. Ola. Dat wordt heel, goed, heel interessant. <laughs> uh, de Milan ook aan de start van de media -race? Wat mogen we van de Milan verwachten? De Milan is getraind, hè? Ja, Kijk, ja. Ik ben hem nog tegengekomen uh, eerder deze zomer aan het in Bloot Bovenlijf. Ik heb dan deze zomer geen enkele woensdag of dinsdag op de piste geweest dat de Milan daar niet aan het trainen was. Ah, okay. Ik denk wel dat hem ervoor gegaan is. En hij zei op Twitter ook: Als ik niet onder de 2,16,29 van de Maarten loop, dan spring ik in de Donau, dus dat ja. is toch vrij zelfzeker. Nu, ja, de Milan, wat zou die kunnen lopen? Twee. Goh. Ik durf dat niet zeggen. Ik heb, daar, ik heb daar één keer eens een veldloop mee gedaan. 2 Twee... vijf zou ik zeggen, maar dan ben ik zo wel rap geneigd om te zeggen, als we ze nu gewoon probeert zo. Rapper, rapper dan Camille Laus, die dan nu de rapste Belgische is voor het moment op dag 100. Ik vind rapper als Norvite. Het is 2-9 dat ze nu in, in een de Neptalon, denk ik. Kweer sneller als Noor Maar Noor heeft al eens 2-6 gelopen, denk ik Maar ja. ik zou het moeten opzoeken. Oké, okay, ja. Ja, um, wat, wat hebben we gisteren gezien? Uh, ja, het spektakel. Uh, um, Alleen de Hendrik stuurde in onze WhatsApp-groep van het is, is precies weinig te zien vandaag. Dat is natuurlijk als je, als je in een grot woont en alleen maar langer dan 800 meter wilt zien. Er waren geen afstandnummers. Dat ja. is zo. Maar het was een prachtige fatigue ja, magie. avond. Um, de discussfinale, om dan de werpers S ja. nog eens in de spotlights te zetten. Zot. Heel zot. Dat was precies een pokerspelletje. En heel het veld had gewoon een paar bij. En dan kwam de C op het einde en af. met ze ik heb de flush. <laughs> en dan komt de staal. Wak! Royal Flush, 71-48. Uh, ja, 48. Ja, dat was schitterend. Kampioenschapsrecord. Maar uh, vooral ook, dat bouwt ze, allez, je hebt dan altijd op een atletiek af, dat bouwt zijn eigen wat op. Dat, ja, dat vooral. En dan is dat cool als dat helemaal op het einde... Zo, ja. Dat die mannen daar zo nog ja. eens beginnen... Maar dat is vaak op de afgelopen kampioenschappen niet geweest. Dan is zo de eerste worp up en de competitie zit erop. Maar nu is het al een paar keer geweest dat eigenlijk de winnende sprong, de winnende worp, altijd op dat laatste moment komt. En ja, ik vind de kampnummers wel cool, deze kampioenschap. Het ja. is echt leuk. Want eigenlijk je, je, dat is eigenlijk, je staat dan te wachten. Je weet, ja, als je dan staal bent, je staal de eerste, De tweede moet nog één keer gooien. Die gooit verder. En dan in plaats van hè, nog eens te gooien en je vlag te gaan halen, is het ineens, het is van moed, maar die bleef echt. Ja, die zijn stalen zenuwen, hè? Ja, <lacht> <lacht> ja inderdaad. Ja, die gooit dan echt nog staal hard ook. Nu <laughs> <laughs> dus zijn ja, we de Gert Vroelstoel aan het opgaan. Ja, we zouden nog een lachband moeten hebben. Een <laughs> Bobby. Ja, nee, dat was. Dat was uh... Volgens mij heeft hij al in zijn hoofd. Die gaat... Zat dat scenario al in zijn hoofd? Die gaat nu nog verder gooien en ik ga nu nog. Maar dat is, de, dat is de kracht van die echte absolute topper. Dat visualiseren van ik ga dit nu doen. En ook elke poging, als er dan eens een slechte tussen zit, die wisselen en naar de volgende kijken. En... Ja, want dat, is, dat, dat stadion gaat uit zijn dak. Die een andere in zou eigenlijk die aan Die, je ja. viert, die je viert zijn goud. En dan moet jij... Moet, dat is toch zot? Ja, en die bleef dan zo supercool. Ja. Als ik dat gegooid ja. had. En dan ja, bij de honderd vrouwen, tussen de halve finale en de finale, was er ook zo'n moment, hè? Ja, dat was veel emotioneler met, met Svoboda. Dat werd op de tv niet echt aangehaald, maar dus... Uh, Dina asher smith de Britse, en Swoboda, de Poolse, die hadden identiek dezelfde tijd. Mm -hmm. ja. En dan gaan ze kijken naar de Duizendste, maar dat was ook identiek dezelfde tijd. En om een of andere nou, idiote reden heeft een van die juryleden gezegd: van, ah ja, Dina asher smith jij mocht door. Terwijl, ja, dat, dat, dat is niet echt een regel voor. Ze hebben vorig jaar in Eugenie's oh. lotje trek gedaan voor wie dat, dat dan in de finale mocht zitten. Er zijn negen banen, ze waren met negen, dus eigenlijk de evidente oplossing is dat ze met negen lopen. Maar dat hebben ze toch gedaan, niet? Ja, dus uh, die is professioneel die Swoboda. Die krijgt dat nieuws, die legt daar interviews verder af. Die is natuurlijk emotioneel. En iemand van de federatie komt tegen haar zeggen, met iemand van World Athletics, daarbij van... Ja, je, je mag toch lopen. Ze hebben, ze hebben teruggekomen op de beslissing, je mag toch lopen. En je moet dat filmpje eigenlijk opstoken staat we uh, een Twitter, of X noemt dat dan nu, van uh, European Athletics. Die barst echt in tranen uit. Ik kan dat niet geloven, natuurlijk. Dan... Geen half uur daarna staat hij terug in de startblokken van die finale. En die loopt haar persoonlijk record tegen 96. Vanuit Banheen. Je moe, moet dat toch maar kunnen, hè? Ja. Nou, dat is wel staf. Als je als jury iemand moet kiezen. en je hebt iemand die een revolver heeft op haar biceps staan. <laughs> zou ik toch ook precies. <lacht> <lacht> ik, ik zou eigenlijk altijd die gekozen hebben. Ja, ja, ja effectief. De, ja. Ik ben al blij dat het niet. Zo'n beslissing moeten vallen bij discuswerpen. Ik zou niet jurylid willen zijn dat tegen Staal dat moet je gaan zeggen. Nee, mooi. Maar dan ja, na de finale, 100 meter. Ook vanuit de buitenbaan, maar... Richardson. Eigenlijk die halve finale al, want er is een valse start. Uh, die, uh, dat is die uh, al bij Albert. Alfred. Alfred. Um, ja, maar gewoon via de duizendste. En eigenlijk hadden we al twee valse gehad bij de mannen. Daar hebben ze er altijd een rode kaart gegeven. Mm -hmm. um, nu zien ze het niet op de beelden, maar wel via de tijdsmeting. En ze mag toch lopen. En die wint die, die wint die halve finale ja. en die gaat door naar de finale. Maar ja, de wedstrijd had wel anders geweest. Hè? Want ja. nu moet die Richardson moet die wachten. Uh, om die, die is maar derde. Die mm -hmm. moet wachten. Um, door de verdeling van de banen, die nu anders is, denk mm -hmm. ik, deze ja, klopt. komt die eigenlijk met een derde tijd helemaal in een buitenbaan mm -hmm. terecht. En dan was het wel goed dat, dat Eline Berings zou uitleggen: van ja, dat is eigenlijk niet zo'n. Dat is misschien nog wel een voordeel voor haar. Want je zit niet. Je ziet... Je ziet niet ja, je ver... Eline Berings dat als je in het midden loopt, kan dat zijn dat je ja, te ver... veel meekrijgt van naast en dat je ver kant uh, begint ja. te lopen. Terwijl in die buitenbaan is het gewoon naar de finish lopen. Ja. En je ziet, die kijkt. Twee meter of zo voordat ze er is, kijkt ze even naar links. En dan juicht hij en die weet dat ze... Maar nu sowieso, in de halve finale, vond ik ze eigenlijk al fysiek het sterkste. Maar die blijft gewoon... Die liep niet door. Maar, ja, die, die bleef gewoon in haar startblok zitten. Ja, maar misschien wel... Die vertrok gewoon niet. En ja, dat tijdsverschil liep die dan gewoon rapper in de finale. En de rest uh, was ietsjes ja, op hetzelfde niveau, ietsjes zwakker. Ik vond het achteraf ook wel leuk, dat ze met drie... Want meestal, 100 vrouwen, dat kan zo wel wat kattig zijn... Thomson Hara bijvoorbeeld. Die ik moet te wachten niet... op wat kattigheid. Ah, wel, ja, Haraw, als die erbij is, die, die andere Jamaicaanse, kunnen die zo niet rekenen. En dan, dan zie je dat wel. En nu zit er een Amerikaanse tussen. Hè? Dus uh, Richardson is nummer 1 als Amerikaanse. En dan 2 en 3 zijn, zijn Jamaicanen. En uh, ik had zo wel wat kattigheid verwacht, maar dat was dat niet. Die kwamen als wel jolig en die kwamen wel goed overeen, Maar dan, dan zie je de ervaring van. Uh, van de twee anderen, van Sharika Jackson en Shelley Ann Fraser-Price, als de camera erop stond, en ze wouden niet zeggen tegen Richardson, Mondje voor de, allee, hand voor de mond, mm -hmm. voor de liplezers die daar zitten, hè. maar je kon het perfect verstaan eigenlijk wat dat ze zeiden, als je een klein beetje Jamaikaanse slang spreekt. Ze zeiden, uh, hand voor de mond dan, um, van, you know how long it's been since you guys at the US done won gold in this event? En dan uh, antwoordt Richardson, yeah, that's because of you all. Ja, ja. ja. Okay. Mooi om te zien. Ja, ik wist niet dat jij kon lup lezen. Uh, nee, 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 ik heb Twitter. Ah. <laughs> en dan kunnen we kun dat filmpje blijven afspelen tot dat je... <laughs> Oké. Okay. Okay. Uh, Detaille waar ik dan op let. Richardson loopt de halve finale met lange nagels. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb dat ook gezien. Finale waren ze weg. Hè. Oh. Geen nagels, het zat in de weg. De, in, in de start misschien ja, moet in, 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 de, in de dingen blijven hangen en... of wat Mark Willems gisteren zei misschien is het tussen halve finale en finale nog wel het geweest <laughs> dat zou ook zomaar kunnen <laughs> ja ja da, da, opvallend toch toch maar gewonnen ja. 1065 kampioenschapsrecord ja uh, wat ik wel een mindere vind is als ze dan zo wat geforceerd nu ook zo medailles gaan geven ja dat is met die laatste proef alleen hè dus ja. het, is, het is niet in alle events, denk ik. Nee, nee te... en dat je zo gezegd ook al een medaille hebt om. Ja. Op het, doel, hey, het is alleen de vlag en de mascotte als die ja. ook eens in beeld mag komen, want ze is, is er wel degelijk. Ze hebben, ze hebben een beetje te veel naar triatlon en duathlon gekeken, hè. daar is dat zo aankomen en direct naar kransen. Maar dan krijgt iedereen een medaille, dat is nog erger. Ja. <laughs> uh, België, die gisteren in actie kwamen? Ja, eh. Uh... Ja, om te beginnen. Jij prijzen makker. Ja, ik weet het. Cynthia, mijn, mijn voorspelling was wel juist. En ik was ook blij te zien dat zij hetzelfde zei. Want ze zei ook van: ik had eigenlijk niet gedacht dat mijn Belgisch record genoeg ging zijn om de finale te halen. Maar ja, ze verpulvert haar eigen Belgisch record. Ze raakt onder die 50 seconden. Ja, dan hoorde we wel echt thuis uh, in, in een, een WK-finale. Ik denk ook niet dat er ooit een WK-finale geweest is waarin dat je zo rap moet lopen om de finale te halen. Uh, en die staat daarin, hè? Uh, ik vind het ongelooflijk. Nou, zo zoveel blessures en zoveel pech, eh, pa verloren aan Covid, uh, toch toch heel wat ellende gehad. Het is ondertussen 30 jaar eerste echt glo een globale succes. Ik vind het top. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ja, ik mooie heb wedstrijd die, ik, ook. Ja, ik heb die dan ook leren kennen. Uh, Zilver zeker op uh, indoor. Uh, ja, dat was maar dat, dat was de, de dat die, van, van dat ja, die vier van nergens te komen ja. Ja, en, en dan ja. Maar ja. dat is dan indoor, dat, kun, dat, dat toppers zijn daar niet. Deze is echt wel een heel ander niveau. Ja, ik weet het maar. Van de leek is dat. Ja. Dus ook kampioenschap. Hè. Ja, ja. Maar, ik heb ook maar nog deze een nog een, een leke vraag over Cynthia. Waarom verheft hij altijd zo een ziek? Ja, uh, Cynthia is heel veel bezig met, uh, met, met inclusiviteit en mm -hmm. diversiteit. Uh, Meegewandeld ook in Black Lives Matter-betogingen. Ze heeft ook een foundation, Bolingo. Um, ik weet niet of je er iets online van kunt vinden, maar op heel veel grote meetings staat dat op de, de benders aan de zijkant. Uh, dus ze is heel uh, sociaal geëngageerd. Ik denk dat ze ook sociaal werk gestudeerd heeft. Um, dus daar gaat sowieso wel een betekenis achter zitten. Maar ik ga die moeten navragen wat ja. dat daar dan exact de betekenis van is. Want het is niet gewoon gelijk de, de glitters van Rani. Ja. Het gaat echt wel iets, iets met waarde zijn. Allee. Ja. Ik vind het niet mooi dat je Raniaglit is ah. <laughs> zonder okay. waarde. Uh. Meer dan de persoonlijke waarde. Oké. Okay. <laughs> voilà. Hoe herpakt PG? Uh. Voilà, mooi. Hè? Ja, maar kort hier goed. Het is nu dag 4 zeker. <laughs> ja, ja en, uh, andere Belgen. Anne-Klaas vanuit Ban 1. Ja. Kijk, goed gedaan, hè. Dat lijkt me wel moeilijk. Ban 1, hoorde pakken. Ja, dat is vreselijk. Allee, Elina had het goed uitgelegd. Je zit met een veel scherpere bocht. Maar het is meer dan dat bij die horde. Dus bij de 400, absoluut zo. De, de, de krachten naar buiten zijn veel groter. Maar bij die horden hebben we nog eens bijkomend feit dat je gewoon veel meer in scherpe bochten zit. En dat je dus veel meer horden niet ideaal kunt pakken. Hè. Want je springt je ja, nou valt die horden recht aan, maar je zit eigenlijk al aan de buitenkant van je baan en je moet terug naar binnen. En je zet constant extra meters aan het maken, terwijl in die buitenbanen is de kans dat je dat je, je hordes recht kunt aanvallen veel groter. En eigenlijk zijn minder meters aan het afleggen omdat je in een van die buitenbanen zit. Gewoon omdat je altijd land. De mm -hmm. goed, hè? Neem nu de... Er, is, er is wat discussie nog altijd. Um, en dan Mark Willem stuurde mij gisteren dat hij me daar echt wel eens graag over zou willen hebben. Hij wilde al terugkomen, ze Dat is goed. Um, dat de Karsten Warholm ja. zijn horde nam en met zijn aanvalsbeen aan de linkerkant, dus aan de binnenkant van de horde, er voorbij ging in de plaats van erover. Wat dat dus niet mag. En eigenlijk gedisqualificeerd, gedisqualificeerd zou voor moeten zijn. Dat is niet gebeurd. Niemand heeft dat op die moment gezien. Ze hebben dat dan achteraf op filmpjes maar gezien. Um, maar ja, die, die, die 400 horden, daar, daar komt wel meer bij kijken dan gewoon oh ja, de ja. baan. En neem nu bijvoorbeeld gaf Gavani in haar interview. Ik okay, heb een beetje te zuinig gelopen. Ja, je hebt zo geen tussenversnellingen op de hordes, want je moet je pasritme wel halen. Mm -hmm. En als je dat dan niet haalt, dan... Stel, je moet schakelen naar 17 passen. Dat is echt trippelen. Dat is seconden verliezen. Maar je kunt ook niet groter gaan, want dan, dan raakte het er gewoon niet. Ja. Uh, dat is waarschijnlijk ook wat er bij Warholm gebeurt. Hè. Die komt gewoon tekort op zijn orde. En dan kun ja, je kunt niet zomaar schakelen in die 400-orde. Maar ja, Hanna, heel goed gedaan. Top, vandaag halve finale. Wat mogen we verwachten van Hanna in de halve finale en van Cynthia in de finale? Ja, halve... ons rat heeft voor Hanna haar baanindeling al niet gewerkt gisteren. We hadden baan 4 voorspeld op het rad. Het is baan 9 geworden in de halve finale. Ja. Is dat een nadeel? Je nee. loopt er beter in baan 9 dan in baan 1? Ja, 100%. Je loopt wel alleen. Maar ik denk dat Hanne meer als genoeg ervaring heeft om niet knetterhard te starten. En ze, zal, ze zal wel opgevangen worden halverwege en dan kunnen inpikken. En haar einde was keysterk, gisteren. Uh, ze traint samen met Cynthia, die duidelijk in goede doen is. Hanna geeft zelf aan, ik ben in goede doen. Dus de vibe zit daar wel goed in die groep. Ik denk eigenlijk wel dat Hanne zou kunnen verrassen. Outsider uh, voor, voor een finale, zei, zei Elinon al. Ik, ik, ik denk dat ik mij daarbij ga aansluiten, maar ik zou het wel heel straf vinden. Um... Ja, ik denk dat bij, bij Cynthia, als, als ik u hoorde, als ik, als, dat, dan was, dat zat, er, dat zat er wat aan te komen of zo. Bij, bij Hannan is dat, zou dat nog meer. Dat zou een, echt een stunt zijn. Ja, voilà. maar, allez, laten, laten we nu nemen op de Spelen: um, was Paulinko het negende? Ja. Mijn Belgisch record. Ondertussen heeft Hanna in uh, Show de Foon rapper gelopen. Ik denk, als Hanna negende wilt worden, dus net niet de finale halen, dat ze rapper zal moeten lopen dan Paulien gedaan heeft op de spelen. Mm -hmm. het niveau is echt wel serieus omhoog, op, op, ook op dat nummer. Ja. Het zou mooi zijn voor een dering ook. Ja, het zou mooi zijn voor Hanna ook. Ja. Nou. Ja. Voilà. En dan ja, voor jaar plek te bepalen, Bobby. Willen we het uh, rad dan toch nog maar eens gebruiken? Nu dat het hier toch staat. Oh, ja. uh, ik zou zeggen, geef, geef er een draai we aan. We gaan misschien gewoon vragen aan, aan Seppe om, om het ergens blind tegen te ja. houden, want anders dan komen we altijd terug op de vier ah, Oké, okay. blind. Ja. ja, draai maar. Zeg als het veilig is als ik al mag tegenhouden. Hè. Plaats 5? Is ja. dat realistisch? Ja. Ik denk dat ook wel. Ja. Als ze loopt gelijk in de halve finale, dan is dat realistisch, ja? Ja, het was al, het was al het was spannend, want ze liep in de eerste reeks en dan moesten er nog twee reeksen komen. Ja. Het was vooral spannend, gaat een Bobby <laughs> gaan wandelen of niet. Um, ik vond dat je daar wel dat er er twee dat die er bovenuit zat, en dan was er wel een grote kloof of zo. Ja. Um, dus ik ja, denk dat ze. Dat ze zal ook met de vijfde tijd of zo staan, denk ik. Ja, ik denk dat heel de um, derde reeks strager gelopen had ja. dan zij. Voilà. En zij was dan derde, maar in haar reeks. Dus dat zat gewoon een supersterke reeks. Mm -hmm. In elke andere reeks had zij gewoon meegegaan, rechtstreeks. Had ze natuurlijk wel een nog betere baan gehad met die nieuwe baanindeling. Ah, ja, is waar. De, ja. Zeg, ja, de, de, de rechtstreeks geplaatste, die krijgen altijd de beste banen nu. En dan worden ja. de buitenbanen en de binnenbanen verdeeld. Maar dat vind ik wel een goede regel. Ja. Ja. Nee, jawel, ja. Ah, ja. ja. Uh, toch ook even zeggen, ik ga gaan wandelen, maar Hendrik heeft zich geëngageerd om mee te wandelen, dus we zijn met twee. Ja, die, die, die jongen die nu aan het studeren, die, alles wat dat niet studeren is, zegt hij nu gewoon ja, denk ik. Maar aan onze WhatsApp-groep te zien is die jongen niet te veel aan het studeren. Nee, dus nee. nee, ik weet het. <laughs> maar hij was een het taper zijn, ja, ja. ja, ja. Hij ging afbouwen met studeren voor te pieken op zijn examen. Ja, ik weet niet of dat daar ook zo werkt, maar ik denk dat ja. nou wel. Oké, okay. we zullen zien. Kunnen we van die wandeling geen... Uh, dat is zo denigrerend, om dat een wandeling te noemen. Ja, maar nee, ja, het is een wandeling. Snel nee, dat mag niet. <toss> je. je moet je eigen wel pushen, naar Bobby. Ja, tuurlijk. Dat is de bedoeling. Hè. Oh, kunnen we daar geen social walk van maken met de Cynthia bolingo fanclub? Want je hebt dat aan haar te danken, uiteindelijk. Ja, want mij kan alles. Ik ja, vind ook dat je dat koffiekoeken in moet... Uh... Zo, een ziek... Uh... Ja, ja. En eigenlijk... Allez, ik weet niet, Bobby, wanneer je het plan te doen, maar we hebben hier zondag de mollekestreel. Daar is een 20 kilometer. Hè. Ja, maar dat is met keihveloogtemeters. Ja, dat is wel ah, ik heb nog nooit. Het is wel bevoorraad. Eh, ja, dat is wel waar. Bevoorraad eh, verschillende rondes. Dat is wel handig, ja. ja. Gemakkelijk om de camera en een statief te zetten dat we, <laughs> dat we kunnen volgen. Ik zal erover nadenken om het op de molletje-trail te doen. Maar ik moest ons nog inschrijven. Dus, ah, ja. Ja. Maar bestaat dat? Een snelwandeltrail? Uh. Ja, ja, gewoon een wandeling dan. Maar dat is niet snel wandelen. De dus snel ga jij voor moeten zorgen. Hè, Bobby? Ja. Maar ja, we zitten nu wel een beetje zonder. Wat gaan we nu als volgende ding doen? Ja, moet ik altijd iets doen? Ja, nee. Ik, ik, ik wil ook wel iets doen. Maar dan, dan gaan we, we gaan er even rustig over, over nadenken voordat ik mij hier uh, engageer voor iets. Uh, Olympisch ringen tatoeëren Simpel. Niet af en toe, dus. Het is <laughs> zo moeilijk. Ja. Ja. Um. We waren hem gisteren ook bijna vergeten. Julien Watrain. Ja. In zijn halve finale. Wat denken uh, we daarvan? Ja, iets minder dan in de reekse. Uh, maar wel weer op niveau. Dat was, uh, was oké. Okay. daar was sowieso geen finale verhoopt. Het dus is natuurlijk wel leuk als ze hem, als hem altijd stappen kan zetten. Uh, maar ik, vind, ik, ik had eigenlijk dit al niet verwacht van, van Julien. En uh, ik denk dat, dat, hem, dat hem wel een, een serieus bijdrage gaat zijn voor de, voor de 4x4, voor de torneo's. Dus uh, overal is dat een heel. Of gaat dat een mooi kampioenschap worden voor ja. Julia? Hè? Ja, absoluut. En dan je ja, clubgenoten, Eline Vekemans, ervaring opgedaan. Ja. Goede eerste ervaring, denk ik. Uh, ze heeft geprobeerd op 4:50, wat dat dan haar persoonlijk record is. Uh, en bijna, of ja, ja is dat het Belgisch record? Ja, um, ja. Dan, ja, dan, allee gewoon, de rest is nog een maatje te groot, maar dat is normaal. Hè. Eigenlijk denk ik niet dat ze, als ze gaat het zelf ook aan in interviews, niet echt verwacht daar te staan. En dan is deze gewoon heel, heel positief allemaal. Dat, 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 dat lijkt me wel. Uh, en dan denk ik dat we door de dag van gisteren ja. zijn, buiten de 110 horden, de Flamingo, dat is, dat is een Twitternaam, mm -hmm. Flamingo. Dat is de Grand Holloway, voor een twee keer, de tweede keer gewonnen. Uh, staat daar een beetje alleen aan de top, hè, in, in die horde. Ik kijk wel uit naar de vrouwenhorde eigenlijk. Daar is het echt uh, een zotte strijd. Daar heb ik ook dat verhaal van Toby Amizan, die dan die, die, ja, wel niet geschorst was en dan uiteindelijk toch mee mocht doen. De mannenhorden is, uh, is Holloway. Wel even vertrokken voor, voor uh, een reeksje. Ja, zal is wel, uh... ongelooflijk. Die neemt gewoon een vlindershortje aan. Ja, cool. Ja. Uh, en uh, sinds dat jij ons iets getoond hebt hoe hoog dat is, zo, die is... gordel, dat is. 110 meter is dat zeker? Uh, uh, centimeter. Ja, uh, hey, uh, centimeter. Ja, 110 centimeter. Ja, ja dat is 109, maar je zegt altijd 110. Ja. De, die... uh, nee, wacht, 100 en, nu doe je met twijfel, is dus 110 meter? Centimeter. Nee, ja de, de ja, de afstand. De afstand. ja, de afstand. Ze lopen langs. Ja, de ze lopen de is een meter en zeventig. Nee. Wacht, aan Als je ervoor staat. Uh, ja, ja de stiepel is 91, maar het is echt nog een stuk hoger. Hè. Het is een stuk hoger. En het is, het is dat denk ik ook. Wat een... Twee maten hoger zelfs, want een meter is er ook. Maar... En als je, het is dat wat een baaf ook net zei, dat is indrukwekkend. Dat je het zelf gaat zien. je ziet hoe hoog die hoortes zijn, dat is heel vies. Ja, ik weet niet of ik er één zo zou kunnen. Ik heb niet alles eens dus Vlot zou ik kunnen pakken. Want de de, de horde, eerste event van, de, van vanavond. Het is een meter en zeven. Oké, okay, dus een meter en ja, tien. 1 ja, 1,067, dus een ja. meter en zeven, ja. Met een klein beetje maar je komt aan een meter en tien. Ja. <laughs> uh, ja ter, dat is het eerste event van vanavond, hè, Om twintig uh, voor zeven staat op de planning. Waarom ja. zijn er geen ochtendsessies meer? En waar waren die exotische vrouwen 100-meter-reeksen? Um, ja, die heb ik ook niet gezien, maar die kijk ik sowieso eigenlijk niet. Nu, waarom zijn er geen ochtendsessies meer? Ze hebben het programma een beetje verschoven. Vroeger had je op zo'n kampioenschap dat dat dan eigenlijk altijd ongeveer tien dagen duurt. Een volledige dag: um, zevenkamp en een volledige dag 10 kamp. En dan soms werd dat samengezet. Maar het gevolg was eigenlijk dat dat stadion leeg was voor die meerkampers. Terwijl dat, dat dan de grootste atleten op waarde zijn. Dus dat was een beetje belachelijk. En dan nu hebben ze die. Uiteengetrokken, dus die zevenkamp zit heel vroeg, die in tienkamp zit heel laat. Ze hebben die dagen opgevuld met een aantal andere proeven. Dat stadion zat telkens vol bij, de, bij die zevenkamp, dus dat was top. Uh, maar dat maakt natuurlijk wel dat er twee andere dagen de ochtendsessies leeglopen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk gewoon de, oh, okay. de reden. En ja, je moet plaatsmaken voor je media 800 natuurlijk ook. Hè. Dat is ja. waar. Uh, en ik, ik ben te weten gekomen waarom dat zondag um, zo vroeg gedaan was, de avondsessie. Nationale feestdag. Het was nationale feestdag uh, in Hongarije. Ja. En ik vermoed ook daarom dat er gisteren geen ochtendsessie was. Uit de kater. Ja, Uit de kater. Nationale ah, ja. kater. Dus gelijk, volgende week vrijdag is het hier in Leuven. Uh, Jaarmarkt. Nee, zondag... Ja, zond vrijdag en ja, zaterdag, ja, ja. zaterdag zal Leuven dood zijn. Ja, en je ja. hebt ook maandag nog een feestdag. Dus in Leuven is dat wel direct ook. Ah ja. Voilà. Nu, de, over de programmatie gesproken, heb ik ook wel een complottheorie. Je hebt... De reeks en de halve finales van de mannen en de vrouwen, 1500, vielen altijd samen. Mm -hmm. En dan vandaag worden de vrouwenfinale gelopen en dan morgen pas de mannenfinale Dus de mannen hebben een extra dag rust. Um, Jacob, heb ik extra, extra rust geven voor. Uh, iets te doen? Ja, ik weet het niet. Er wordt zo gezegd altijd tactisch gelopen op de kampioenschappen. Dus. Ik weet niks meer van de halve van Bobby. Ik ga geen voorspellingen <laughs> niet meer doen. Ja, ik, had, ik had al in mijn hoofd als. als de, als dus Cynthia het niet doet voor, voor Bobby's en snel wandelen, dan moeten we zeggen. Als Jacob niet wint, ga Bobby snel wandelen, ja. vond ik wel een goeie. Nou, niet onmogelijk, hè? Dat hem niet wint. Ja, is er ja. ook geklopt geweest. Voor ja, maar nu, 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 is, nu is het een heel ander verhaal. Ik zie het echt niet gebeuren. Ja, ik. ik ja. Ik vind ook wel zo'n zo beetje het gebaarde en zo. Je moet toch wel heel zeker zijn van je stuk. Waar je zo al publiek. Ja, nee. ja Ik ben daar. Maar hij, is ook... Allee, hij staat er kop en schouders bovenuit en nu dan zijn we al twee dagen vooruit aan het vooruitblikken. Want ja, we zitten met een probleem. Men mijn vrouw is vandaag jarig, dus mm -hmm. iedereen die haar een gelukkige verjaardag wil sturen, mag gewoon, pakt ons een Instagram van Ferme Koer, ja. want die zit daar altijd op, niet op haar persoonlijke, en stuur hem maar een gelukkige verjaardag, die gaat dat kei leuk vinden. Waren jij ook niet zo erg getrouwd? Dat was gisteren. Ja. Um, en dus, um, dus heeft, heeft ze, bij wijze van surprise, um, een overnachting geboekt in zo'n afgelegen boom ergens in Dardenne, waar dat geen elektriciteit, geen wifi en geen 4G is. Dus ik, ja, ik ga morgen niet kunnen komen. En ik ga dat ook heel moeilijk kunnen volgen. Mm -hmm. um, dus ik, ik stel voor dat we dan ja, twee dagen vooruit blikken. Oké. Okay. En dan terug met een goede recap komen met een, met een topgast een dag nadien. Oké, okay. dat is goed. Dus morgen geen, geen vooruitblik? Nee. We kunnen ook gewoon zeggen dat we donderdag geen interessante dag vonden. Of, zo om, <laughs> of, of dat we morgen geen interessante dag vonden om naar vooruit te blikken. dat er vanavond niks gaat gebeuren. <laughs> Dat wil uh, ik ook niet meer zeggen. Nee, vanavond ook nog uh, 800 meter de heats bij de mannen. Ja, en ja, onze twee Belgen liggen daar allee, Gaan niet meedoen. Alle twee geblesseerd vlak voor het kampioenschap. Zeer jammer. Uh, voor Thibault Smet dat een ideale leerervaring geweest. Want die boy is ongelooflijk sterk en mm -hmm. uh, Ja. Maar ja, hij is uh, ongelooflijk talent, kan ongelooflijk hard lopen. Maar tactisch is het echt een kadet. Koortjes. Het zou helpen. Um, en deze dat wel echt een, een uitge allee, echt een topkans geweest voor hem om, om daarin te groeien. Uh, want volgend jaar zijn dan toch die spelen al. En dat, ja, dat is toch een, een heel belangrijk moment in een carrière. Zeker als je fiet je weet nooit wat er kan gebeuren. Hè. Zomaar zeggen van ja, de volgende spelen zullen de mijne wel zijn, vind ik riskant. Het is altijd vier jaar. Dus uh, ja, zo, zo tactisch, sterker worden, dat, dat had toch een, een mooie bijdrage geweest voor, voor Thibaut richting de Spelen. En ja, Crestan vond ik echt. Top. Die heeft dit seizoen niks gedaan. Dat BK, dat hij daar in, Gent, uh, in Brugge liep, vond ik ongelooflijk. Um, ja, volgens mij had hij een finale gehaald. Ja. Tactisch sterk, fysiek. snap. is peer. Ja, ja die, zeer die, jammer. Die, die heeft ook al wat kampioenschappen gelopen. ondertussen. Dus die, die, die... Ja, die doet dat heel goed. Ja. Vorig jaar de Memorial ook. Uh, Vierde tegen de absolute wereldtop. Tactisch altijd, altijd goed. Ja weet altijd dat gat te vinden, met veel vertrouwen. Ja, ik, uh, ik zie Christaan graag lopen. Ik denk dat hij het me nu heel goed gedaan had. Hij uh, ja, is er niet bij. 800 meter ligt helemaal open. Er zijn in tegenstelling tot de 1500 meter, waar je Jacob hebt en Kipjegon, die er met kop en schouwers bovenuit steken, in mm, de 800 momenteel niet bij de mannen. Bij de vrouwen is het een ander verhaal. Daar hebben we een paar kandidaten. Bij de 800 niet. Dus uh, ja, dat ligt helemaal open. Het um, ja. ja. gaan we wel een mooie wedstrijden worden. Hè? Juist daarom. Ja. Um, Sepper, jij moet vertrekken, want yes. je moet op onderzoek. Voordat je vertrekt, wil ik je toch nog vragen: het laatste nummer van vanavond. Um, jij als vaandeldrager van de Vlaam Vlaams-Brabantse stiepel ja, wel, uh, 3000 meter stiepel, sluiten ze vandaag mee af. Dat wou ik nog even zeggen. Pieter Jansen een trouw. Dat is, dat is bij mij de keer dat hij mij geflikt heeft om stiepel te gaan lopen. Hè. Want wij gingen samen stiepen lopen. En hij, had, hij zegt in laatste instantie af: hij had een trouw, een eigen trouw. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, en zo ben ik uh, in stiepelen beland. Ja. Toch maar dubbel provinciaal kampioen. Hè. Een prachtige oh. avond wel bij mij. Ik ja. hoop ook bij die van u. <laughs> ja, de schoonste dag van mijn leven. Alleen ik moet eerlijk bekennen dat ik alles vanaf het eten kwijt ben. Ah ja. ja. Dus, uh... Uh, nee, ik, um, ik kijk er naar uit. Ik ben, uh, ben een uh, El Bakali uh, fan. Hè. Ja? Gaat ja, dat mee? Ik... Dat, dat, dat kan ik moeilijk inschatten, maar ik vind wel um, die, die gasten die in schot in Marokko hè, dat is, allee, Als je dat op Instagram en zo ziet, die, ja. uh, vind dat, ik vind dat, wel, uh, vind dat wel cool. En um, ja, ik. Ik, het, zou, het, zou, het zou tof zijn moest moesten, we, moesten we eens winnen. Hij ja, is, is, is mijn favoriet, maar ik heb geen kennis van. Ja. Maar hij is, het is een hele sterke kampioenschapsloper. Hè? Ja. Uh, ja, Girma is op papier natuurlijk de rapste. Uh, op vlakke nummers is hij veruit de rapste. Dus uh, als het echt tactisch zou worden, dan zou ik zeggen: Girma. En dan heb je nog Georgie Beamish, die vanuit de achtergrond wel is voor een verrassing zou kunnen zorgen. Die komt van de 5000 meter en die begint zijn weg wel te vinden in de steeple. Maar ik vrees ook wel Bakkalia. Ja, denk ik. Ja. Maar ik hoop vooral op een, een, een spetterende finale. Dat het, het, het nummer. Het, het gaat een van de mooiste duels worden. Want ze hebben elkaar al ontlopen. Sinds Sokio, hè. Het, Stokio, he. het ja. gaat een van de mooiste duels worden van het kampioenschap. En je zit dan zo met een paar outsiders die wel eens als stoorzender zouden kunnen dienen. Ja. Dus het gaat een van de mooiere races worden. Absoluut. Oké, okay. mannen, sch schouwt nog goed voor. <laughs> Merci. Merci Sepp, voor de uh, toch tijd te maken. Ja. En, dan, uh, ja, wij gaan verder doen, PG. Yes. Um, wat staat er nog op de planning vandaag? Uh... Het uh, hoogspringen mannenfinale. Ja, Karmal hebben we daar Die hebben het niet gehaald, spijtig genoeg. Uh, oh, ligt ook volledig open. Hè? Er zijn een aantal, uh, een aantal serieuze kandidaten. Er, er, er wordt redelijk hoog gesprongen in het jaar al. Mm -hmm. uh, dus, dus dat gaat weer een hele leuke competitie zijn om te volgen. Ik hoop uh, dat we ze goed gaan kunnen zien. Tussen de loopnummers door, want dan iets uh, later is het ook de halve finales van Anna Klaas, ja. van de vrouwenhorde. Uh, ja, Femke Bol, die was uh, blistering, zou je in het Engels zeggen, tijdens de reeks. rapste reeks ooit gelopen op een wereldkampioenschap. Uh, en als Sydney McLaughlin nu niet zou bestaan, dan zou ik zeggen: Femke Bol, die loopt los het wereldrecord in de, in de finale, zoals die, zoals die nu loopt. Mm -hmm. uh, maar dat, ja, dat wereldrecord van McLaughlin dat, dat zal nog niet verdrekt zijn. Maar uh, hetgeen dat we eerder aan het vertellen waren over een uh, Haal als geduchte concurrenten richting de Spelen voor uh, Navitiam, vind ik de afwezigheid van Sydney McLaughlin, ja, Femke wel zich ontpoppen tot een hele gevaarlijke kandidaat voor Sydney. Maar Sydney werd toch ook in Parijs geklopt? Op de 400-vlak. De 400 ah, dat vlak. Ja. Okay. Ja. Die is vlak. Da Oké. Die heeft een jaartje zich omgeschakeld naar de 400-vlak, omdat ze de 400-zorde wel even gezien had. Die heeft daar natuurlijk ook alles gehaald. Die heeft daar niet zomaar het wereldrecord gebroken, maar echt gewoon de barrière is. Mm -hmm. Echt gewoon verzet, met twee seconden. Um, even die, allez, gaan kijken naar de 400 meter, of, of dat ze dat dan ook kan. Ze is daar ongelooflijk rap, maar ze, doet haar, ja, ze deelt dat dan technisch, technisch anders in. Of tactisch anders in. En dan loopt dat net iets minder goed als die 400 horden. Um, maar die gaat haar weg daar wel in vinden. En ook daar echt is heel verschroeiend uithalen. Uh, ik vind het wel bijzonder jammer dat ze er dit kampioenschap niet bij is. Um, het is eigenlijk nog niet gelopen, dit jaar. Mm -hmm. um, nu weer met een blessure afgezegd. Ze staat dan zogezegd op de startlijst van de Memorial. Versus Femke Bol op de horden dan. Maar ik kan dat moeilijk geloven als je het wereldkampioenschap laat schieten, dat je dan dat je memorial, twee weken later in Memorial gaat komen lopen. Dus uh, ja. ik zou daar ook niet op rekenen. Ah, bijzonder jammer. Maar Femke uh, is stoppen om haar schoenen in te vullen. Uh, Oké, okay. ze, ze loopt op papier dan nog, nog iets trager, maar ze loopt tenminste wel. En veel. Ja. Femke zien we overal. Dat is kinda leuk. Hoe moeilijk is het, Femke Bol wetende dat je er wat bovenuit steekt om toch te presteren? Ja, ik denk niet dat Femke daar last van heeft. Die uh, blijft daar heel nuchter in, in mijn ogen. Uh, en en, en loopt ook gewoon tegen haar eigen. Hè. Ik denk niet dat zij überhaupt naar iets of iemand gaat kijken in die finale. Ze steekt er inderdaad met kop en schouders bovenuit. En ze gaat gewoon proberen voor dan een Europees, haar eigen Europees record nog wat, nog wat scherper te zetten, zou ik dan, zou ik dan vermoeden. Um, ja, ik, Allee, ik, uh, die is niet bezig met anderen. Ja. Die is gewoon bezig met een leuke tijd hebben en, en, haar, en haar eigen prestaties. Ja. Ook nog uh, vandaag twee kampnummers. Hoogspringen bij de mannen, mm -hmm. de finale. En uh, bij de vrouwen, discuswerpen. Mogen we bij de vrouwen evenveel spektakel verwachten als bij de mannen gisteren? Oh, wel, ik, moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet mega op de hoogte ben van discusvrouwen. Mm -hmm. Maar ik wil wel eens snel even piepen. Nu, ja, hoogspringen mannen heb ik net al gezegd. Dat gaat leuk worden, omdat je daar... Met verschillende mensen zitten we. De dubbele olympisch kampioen. Ja. Zowel Tambéry als Barshim zijn alle twee olympisch kampioenen. omdat in een tie hadden. Ja. En mochten dan kiezen van of we doen een jump of, of we zijn alle twee Olympische kampioen. Die hebben gekozen van. Ik zou ook kiezen. Ja, 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 evident. Maar ik wist zelfs niet dat dat kon als, uh, als regel. Uh, maar daarnaast zitten er nog een, nog een andere. Hè. Uh, uh, nog een paar andere: uh, McVaan, uh, uh, Amerikaan, jonge kerel. Hij heeft deze jaar al 236 gesprongen. En dan heb je de Koreaan. die uh, ook, al, ook al serieuze hoogtes gesprongen heeft. Dus je zit daar wel met vier, vier mensen voor een, een podium. Uh, even piepen onder. Ja, Discusvrouwen. Ja. Ik, ken, ik ken er geen één van, van Discusvrouwen. Nee, ja, Perkovic is natuurlijk de grootste naam van, uh, van het veld. Maar heeft uh, deze nog niet top gegooid. Al oh, meervoudig, meervoudig uh, kampioen in, in van alles: EK, WK spelen. Uh, en dan, ja, zo te zien. Puur op basis van de startlijst zou ik zeggen: Valerie Almen. Ja, die we, heeft de beste, de seasons best ja, tot nog toe. Ja, maar we hebben ook een Nederlandse. Dus mm -hmm. we kunnen daarvoor supporteren. Van Klinken. Ja. Voilà. Dat gaan we doen. Oké. Okay. Um, wat vooruitblikken naar donderdag dan? Ja, dan ga ik uh, hier, de Startlijst er ook eens bij halen. Ze beginnen donderdag, eindelijk terug in een ochtendsessie. Ja. Uh, 800 meter, de heats bij de vrouwen. Ja, het zijn heel veel um, heats die een dag. Dus er zijn er wel een aantal waar we vlotjes over kunnen gaan. Maar wat interessant is aan die 800 vrouwen: je hebt daar natuurlijk de geverfde favorieten op basis van de seizoenstijden dan. met... Uh, Hutchinson, uh -huh. de Britse, ja, die heeft eigenlijk van begin van het jaar in Doha al tot nu alles en iedereen gewoon vermorzeld. Staat er ja. met kop en schouders bovenuit. Waren het niet dat Think Moe, de Amerikaanse en Olympische kampioenen, nog niet gelopen heeft deze jaar? Die heeft de stap gemaakt naar Bob Curcy, de coach van Sydney McLaughlin. En we hebben er juist al gezegd dat Bob Curcy zijn atleten graag op stal houdt. Um, dus die is nog niet echt buiten gekomen buiten dan op de Amerikaanse trials waar ze 1500 meter gelopen heeft wat wel straf is want die liep daar 4,02 denk ik maar die loopt ook onder de 50 op een 400 dus je moet je dat voorstellen als Cynthia die een 1500 in 4,02 gaat lopen ja. en dan ertussen de 800 ook nog eens knetterhard loopt nu uh, zij was onzeker van ga ik lopen ga ik niet lopen op voorhand zei ze van ja Bob Kirsty dan van kijk ik ga ze of op vakantie sturen of naar dus na, na het WK. En ze is wel al gespot. Ah, ja. Dus ze is dus daar ze is in daar. Budapest. Maar dat wil niks zeggen, want Sydney McLaughlin was ook in Monaco en de is ook niet gelopen. Ja. Dus met Bob Kersey weet, weet je het nooit. Um, en dan heb je ja, uh, Emma Ricci, uh, die als, uh, andere, ja, als, als derde mee op het podium zou, zou kunnen vallen. Um, voor de rest ligt dat daar ook... Redelijk open daarachterin. Ze steken daar toch met twee echt wel bovenuit. Ja. Uh, terug wat Belgen ook in actie op donderdag. Denk de 5000 meterlopers John en Robin. En uh, ja, de kwalificatie van het uh, poolshok springen. Dus he, de 5000 is de vrouw. Ah, dat zijn de vrouwen, sorry. Ja, ja ik moet de startlijst er ook bij halen. Uh, inderdaad, Ben Broeders, we zullen daarmee beginnen. Hij uh, heeft, heeft iets lager gesprongen dan andere jaren. Maar hij voelt zijn eigen top. En mijn broeders zijn er, ben ik verheugd dat te horen. Ik heb liever dat hij een lager springt en dat hij zich top voelt. Omdat vaak was hij heel hoog aan het springen. En dan lukte het niet helemaal op het kampioenschap. Hij heeft daar eens een, een EK in Amsterdam, was dat, is hij geworden. Uh, ja, ben, ben is een ongelooflijk goede springer. Hij heeft nu de stap gezet om te gaan trainen. Bij de ouders van Mondo. Yes. Uh, dus ja, ik, ik ben, eigenlijk wel, ben eigenlijk wel benieuwd. En ik hoop echt wel dat, dat Ben. Ja, eerste finale al kan halen, laten we daarmee beginnen. En dan uh, is voor een verrassing zou kunnen zorgen. Het probleem is in het, is het niveau ook zeer hoog. Mm -hmm. Het zou echt wel eens kunnen dat je zes meter moet springen voor brons te pakken. Amai. Ja, En dat zou natuurlijk, ja, mijn Mondo weet je het nooit, wel eens een van de proeven kunnen zijn, of de enige proef dan, uh, waar een wereldrecord valt, deze kampioenschap. Ik had geld ingezet, of ik zou geld ingezet hebben, op Ryan Krauser, maar dat was dan vier centimeter, vijf centimeter erlangs. Mondo, ja, mijn mondo is altijd een kans, hè mm -hmm. Centimeter erbij, altijd. Um, en dan, ja, 5000 vrouwen um, is op zich uh, ja, heel interessant, omdat je met al die dubbels zit. Tsegay, die dan de 10.000 meter won, had als Sifan Valt, die loopt daar opnieuw. Guide loopt daar, denk ik, opnieuw. Hassan, die loopt ja, opnieuw. En die heeft vandaag de 1500 vrouwen finale. Dus ja, dat, dat gaat ook heel boeiend worden. Nu, de reekse 5000 meter, dat geldt zowel voor de vrouwen als de mannen, is helemaal veranderd sinds het wegvallen van de verliezende tijden. Vroeger, als je in de tweede reeks zat, dan zat je bijna automatisch in de finale. Wow. De vijf eerste gingen door, vijf verliezende tijden. Maar geloof maar met vijftien. Dus tien van de vijftien in die tweede reeks, die gingen altijd door. Nu is dat weggevallen. Dan krijg je 8-8. En ja, dat maakt het wel een, een stuk eerlijker. Mm -hmm. uh, ja, ik ben benieuwd wat dat, dat gaat geven. Ook uh, misschien wel ja, een van de zoetste nummers op uh, donderdag, 200 meter. Ja. De iets bij de mannen en de vrouwen. Ja. De... Ik denk. Uh... Gaan we een wereldrecord zien, denk Ik denk het niet. Het zou wel leuk zijn. Als iemand het kan, dan denk ik wel eens Lyles. Hij domineert die 200 al jaren. Hij is duidelijk in vorm. Hij werd ook heel emotioneel op het podium. Dus hetgene wat mm -hmm. ik kan vertellen was: van eindelijk de fastest man. On earth, dat is, dat, is, dat is toch iets dat, dat van zijn schouder is. Uh, misschien wel, ja. Um, maar 19. Ja, als om de 19.10 zou doen, dat hem voorspeld heeft, dat, is, dat, is, dat zou wel eens een van de beste prestaties ooit kunnen zijn. Allee, die van de 100 van Bolt is dat nu. Dan ja. valt dat is nog altijd wel de, 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 de beste performance ever. Maar uh, 19.10 is, is wel waanzin. Ja, wat interessant zou kunnen zijn uh, bij de vrouwen. Is als daar ook een Amerikaanse kan winnen, Richardson bijvoorbeeld opnieuw, wat dat straf zou zijn, en Lyle zoekt het opnieuw, dan is Amerika vier keer goud. Dat is heel lang geleden, hè? Op de, Op de sprintnummers. Ja. En dan komen ze ook nog eens met de viermaal 100, waar ze nog eens kunnen winnen. Dus uh, dan is het voor de eerste keer sinds lang nog eens Amerika boven, na toch een decennium dominantie van Jamaica. Ja. Het is ook uh, s'avonds. We hebben het al even gezegd. 1500 meter finale ja. bij de mannen. Ingebridse op één. Het is geen manier om hem te kloppen. Ik zie het niet gebeuren. Je kunt niet rap genoeg lopen om hem eraf te lopen. Je kunt hem ook niet volgen als hij hard loopt. En uh, nou, wat dat hem even laten zien in de halve finales. Zie ik ook niet echt in wie dat. Hem gaat kloppen in, een, in een, uh, een rappe eindfase. Als het nu echt joggen, joggen, joggen zou zijn en het zou aankomen op een laatste 100 meter, krijg je misschien ja, een heel rappe goose. En dan zullen er nog een paar uh, kandidaten zijn. Maar ik denk niet dat we het daarop gaan laten aankomen. Want er zijn ook anderen die met belang voor een podium willen dat we vlotter gaan. Zoals een Josh Kerr bijvoorbeeld. Um, als ik van die andere gasten was, ik zou ook lopen voor zilver. Ja. Want ik denk als je loopt voor goud. Dat je wel eens zou kunnen eindigen met een vijfde plaats. Tegen als je een tactiek gaat afstellen op zilver of brons, wat dat dan haalbaar is. Dat de kans wel groter is dat je het gaat halen. Man. En dat gaat tegen de spirit van de sport in, ik snap dat. Ja. He? Maar het beste voorbeeld daarvan is de Olympische finale in Londen, 800 meter. David Rudisha die is daar ongenaakbaar. En iedereen loopt daarvoor Rudisha te kloppen, alle topfavorieten. Amman en wie was toen allemaal? Kaki. Ja, die vallen eigenlijk allemaal. Die vallen allemaal van het podium. En de mannen die lopen voor 2 en 3, die worden 2 en 3. Oké. Okay. Um, wat hebben we nog? Uh, dat stiepel bij de vrouwen s'avonds. Ja. Uh, ik had ook een vraag. Het is s ochtends. Is de kwalificatie polstok, s'avonds finale polstok, is dat gangbaar? Uh, Ochtend-avondsessie? en avond -sessie? Um, ja, ah nee, die vrouwen. bij de vrouwen is finale. Dus dat is gangbaar. Ja, ja. <laughs> maar, maar... dat was straf geweest. Twee keer polstoeken op één dag, okay. dat lijkt me niet echt leutig. Ik weet niet, ik heb daar geen ervaring mee, dus ik weet niet hoe. Ja, ik heb er wel ervaring mee, maar dat was een bijna doodervaring. Precies. <laughs> <Weet je laughs> dus, ja, een keer op stage, en uh, dat was met Orélie de Rijk uh, en Hanna Klaas in Montegordo. En Jeroen Doet was daar ook. En Orélie was aan het trainen, en Jeroen die zei: Ja, ik kan dat. 3 meter springen en je pakt die stok en je deed dat eigenlijk zo goed als. Dus ik denk, ja, zo moeilijk zal dat dan wel niet zijn. En uh, ik probeer dat ook, en ik, ja, ik laat de stok los en ik val achterover, onder, te boven naar beneden, ja. met mijn nek in de bak. Dus dat was, dat was niet echt op. Uh, ja, nee, verder die, die avondsessie, wat is er dan nog? Vooral de 400 meter vrouwenfinale ja. uh, met Cynthia natuurlijk. Hè. Uh, we, hebben, we hebben al besloten dat ze, dat ze vijfde gaat worden. Uh, met onze Wheel of Fortune. Uh, en voor winst... Ja, ik vond... Ik vond uh, de, nu kom ik niet op haar naam. De Dominicaanse. Uh, en daarnaast vond ik uh, Klaver ook zeer sterk voor het podium als outsider. De oh. Nederlanders zouden we daar wel eens, zouden we wel eens kunnen, kunnen scoren. Dan snel even pieken. Het is ook... Uh... Paulino. Paulino was ah, zeer ja. sterk. Het is ook... Uh... Ja, 400 meter hoorde mannenfinale ja. die avond. Ja, dat dus is eigenlijk... Kerstin Dos Santos... Ja, net uh... zoals in de discus, ook daar een, uh, een titanenstrijd. En een de derde dat je wilt noemen is Ryan Benjamin. Mm -hmm. We hebben Benjamin nog niet veel zien lopen deze jaar, buiten op de Amerikaanse kampioenschappen. Hij is heel vernuft en hij heeft een paar keer aangegeven van ja, maar als Oslo Diamond League mij geen startgeld wilt geven, waarom zou ik vanuit Amerika naar daar vliegen om dan ja, geklopt te worden door Warholm... En dan eigenlijk uh, een nadeel te hebben, want ik moet dan terugvliegen en ja, ik heb eigenlijk een week kwijt. Mm -hmm. Terwijl als ik doortrein en ik kan hem kloppen op 2K, dan heb ik qua sponsorgelden en prijzengelden misschien 300.000 euro of zo. Ja. Dus ik kan beter dat doen. Uh, dus je ziet wel dat, ja, dat dat systeem voor die Amerikanen zo wat onfair aanvoelt, en hij is daar een goed voorbeeld van. Uh, want hij wil wel lopen, hè? Maar hij zegt, dat ja, is gewoon een domme move om te lopen van mij. Ja. En nu komt hij naar buiten. Gisteren zat hem samen in de halve finale met Dos Santos. En ja, die drie mannen, die gaan alle, zijn alle drie al onder het, wereld, het oude wereldrecords ja. van Edwin Mozes. Dus ja, dat, dat zijn gewoon de drie titanen, de drie beste aller tijden ooit in de sport tegen elkaar. Dus dat wordt prachtig. En dan hebben we nu nog eens die discussie van Warholm, die een paar hordekjes langs links kip met ene voet, die het vuur een beetje aanwakkert. Dus ook dat wordt wel echt een van de, de, de strijden van het kampioenschap. Ja. Oké. Okay, uh, zijn er nog dingen die we moeten aanhalen voor donderdag? Nee, ik denk dat er voor de rest heel veel uh, reeksen zijn. Hè. En, uh, oh, inderdaad. De, de, de andere de finale's hebben we al besproken. Uh, dus ja, ik denk, ik denk qua voorbeschouwing dat we, dat we dan wel kunnen afronden. En vooral de 24e, s ochtends, hebben we. Eindelijk terug een ochtendsessie. Eindelijk terug een... Terug, ja, dat is de 23e. de, ah, de, 23ste de 23ste ook al. Ja. Maar dan de 24e hebben we terug een toffe gast meer waarmee we kunnen nakaarten over de af... De twee dus de komende twee dagen. Oké, okay, perfect. Uh, merci voor af te komen. Geen probleem. Ik ga naar mijn boomhut. Ja, veel... Hier in <laughs> veel plezier. Uh, Ik kom je naar de Wens uh, Cynthia... Uh, Cindy. Cindy een gelukkige verjaardag. Ik ga het doen. Uh, en nog een gelukkige huwelijksverjaardag. Dank je. Twee jaar. Ja. Deze was het... Voor mij voor vandaag, tot overmorgen. Willen ze niet of willen ze niet? Doen het of doen het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden! Er rijdt vijf per uur. Te snel voor ons. Oh Stop! Stay on your fight. Fred Kaan. En nog Fred! Jeff Doen is hier. Jeff! Wat is er mis met die Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem! Daar is hem!